Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Ik ben Caroline Grozemans, ik ben 40 jaar en ik woon in Herk de Stad samen met mijn man en mijn twee zoontjes, Jannes en Willem, die zijn 6 en 8 jaar oud. Ik gaf er les aan de Sint-Martinusscholen. Ik geef Nederlandse literatuurgeschiedenis en ook Engels, maar 6 juli leg ik mijn eed af en vindt u mij hier terug in de Kamer. Ja, ik had in ieder geval heel goed geslapen, want een vriendin had mij overgehaald om deel te nemen aan een tennistoernooi. En ik dacht, ik ga die avond zeker zenuwachtig zijn en dan ben ik daar gaan spelen. En dat heeft me echt wel goed gedaan. Dan heb ik heel goed geslapen en dan ben ik de volgende ochtend heel vroeg opgestaan, om 8 uur gaan stemmen. Ik was een van de eerste. En dan ben ik gaan staan aan het stembureau in Herk de Stad. Niet omdat ik denk dat ik daar nog... ja, zieltjes gaan winnen of mensen over de streep gaan trekken. Maar als er mensen zijn die al echt hebben gekozen voor N-VA en mij als lokale kandidaat willen steunen, dan denk ik dat het voor hen wel aangenaam is als ik daar sta en ze niet daar alleen de lokale SPA-kandidaat en VLD-kandidaat zien staan. Het was trouwens wel heel leuk, er wordt ook wel veel gelachen, dus dat was aangenaam. En dan om 1 uur ben ik... ben ik getuige geweest. Omdat ik had heel veel collega's die waren opgeroepen om voorzitter te worden of secretaris of bijzitter en zo verder. Want ze zeiden al lachend van, Caroline, je hebt toch niet een lijst van al je collega's doorgestuurd om daar te gaan zitten. En toen dacht ik ga solidair zijn, ik ga me opgeven als getuige. Dan ben ik naar daar gegaan en ik dacht, ja, dat is misschien ook wel goed om mijn zenuwen in bedwang te houden, dan weet ik het ook onmiddellijk. En dan zijn we daar de kiesbrieven op hopen beginnen leggen. En ja, die stapel van N-VA die groeide enorm. En dan dacht ik, verdorie, hier ga ik zelfs nog een kans maken. Want tot dan had ik eigenlijk heel weinig kans. Met die peilingen een kleine waterkans. Maar toen gingen we daar echt over die 25%. En dan ben ik om 5 uur buiten gekomen waar er werd geteld. En dan hebben we allemaal verzameld in Herk de Stad. Iedereen die mij heeft geholpen kwam daar samen. En stonden uiteraard grote tv, computerschermen, een Excel-blad om te kijken waar dat die vierde zetel, want die zou ik moeten proberen te halen, waar dat die zou vallen. En dat was heel spannend. Het waren heel spannende uren voor mij. En dan rond 6 uur, 6:30, had ik de zetel binnen. En toen heb ik toch wel een oerkreet gelaten en dan zijn we met z'n allen vertrokken naar Hasselt, naar de King George. En daar dat was één groot feest, dat was fantastisch. Ik kwam daaraan, een groot applaus en dat was echt zalig. Maar ik moet zeggen, om 12 uur 's nachts was mijn kaars uit, omdat ik al zo lang op de been was en toen ben ik gaan slapen. Ik had mijn man toen ook nog niet gezien van de hele dag, want die was ondertussen samen met mijn vader verkiezingsborden gaan ophalen. En ik zei, ik wil naar huis gaan nu. Het is goed geweest. Ja, eigenlijk toen ik op weg was naar Donk, waar we zijn samengekomen en ik telefoon kreeg van de kans is wel heel groot. Toen was ik echt wel mijn kluts kwijt, want ik moest toen 3-4 kilometer rijden en ik heb daarvoor de GPS moeten aanzetten. Ik was echt letterlijk en figuurlijk het noorden kwijt. Ja, ik denk voor een groot stuk heeft dat zeker te maken met de sterke figuur Bart De Wever, die toch in de loop van de jaren heel wat geloofwaardigheid heeft opgebouwd. Ik hoor zelf regelmatig ook de laatste dagen zeggen...
Als er iemand is die ons uit deze impasse kan halen, dan denken wij dat het Bart De Wever is. We gaan hem die kans geven. En ik denk daarom dat veel mensen op N-VA hebben gestemd. En bij ons in Limburg denk ik dat wij ook een heel sterke lijst hadden met lijsttrekker Frida Brepels en dan lijstduwer Jan Peumans. En dat zal ook wel een rol hebben gespeeld, waarom we het in Limburg ook zo goed hebben gedaan. Ja, waarom heeft de kiezer voor mij gekozen? Ik denk dat daar een aantal factoren een rol spelen. Ik zag zelf in het stembureau dat er heel vaak vrouw wordt gestemd. Dus ik denk dat ik daardoor veel voorkeurstemmen heb gehaald. Ook het feit, denk ik, dat ik leerkracht ben. Ik ken heel veel oud-leerlingen en nog meer ouders. Verder ben ik ook wel heel actief in Herkdestad. Ik zit in verschillende commissies en raden van bestuur, zoals de bibliotheek, beeldende kunsten, cultureel centrum. Ik ben ook heel actief in de oude raad. En ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld. Heel veel positieve reacties. Eigenlijk zodra dat die vierde zetel is gevallen, stopte GSM niet meer met klikken, met felicitaties. En ik weet nog dat ik de eerste heb geprobeerd te beantwoorden, maar dat lukte niet meer. Maar ik had heel veel positieve reacties, ook van mijn collega's die heel blij voor mij waren. Alhoewel er een aantal collega's, dat zijn echt vriendinnen geworden. En die zeiden, je had toch gezegd dat je niet kon verkozen worden. En dan hadden we beter niet op jou gestemd, want nu zijn we je kwijt en zo. Maar over het algemeen echt wel. Ze zijn heel blij voor mij en heel, heel positieve reacties. Ik ben natuurlijk al langer geïnteresseerd in politiek, maar echt actief bezig met politiek pas sinds 2006. Toen ben ik voor de eerste keer opgekomen. Ik heb toen 2 jaar in de OCMW-raad gezeteld en sinds begin 2009 zit ik in de gemeenteraad. Zo heb ik al een beperkte politieke ervaring. Verder in die commissies waar ik in zit, heb ik wat ervaring opgedaan. In 2008 ben ik dan in de partijraad terechtgekomen van N-VA en in 2009 verkozen tot ondervoorzitter Limburg. Dus op die manier wel. Maar echt mij voorbereiden nu op het parlement eigenlijk niet, want ik had daar eigenlijk helemaal niet aan gedacht dat het zou kunnen lukken. Daar weet ik eigenlijk op dit moment nog niet veel over. Ik ga daar de partijrichtlijnen horen. Ik heb wel al vernomen dat er heel veel mails gaan binnenkomen en ik zal dat goed opvolgen met de hulp van mijn collega's. En dan heb ik concreet ook nog nu zaterdag een vergadering met Frida Brepels, waarin zij ons ook een aantal Limburgse dossiers gaat uitleggen en bespreken en dat we daar misschien ook schot in de zaak kunnen krijgen. Voor mij verandert er ongelooflijk veel. Ik geef nu Nederlands en Engels. Ik werk op ongeveer 2,5 kilometer van thuis. Dus op professioneel vlak is dat een ongelooflijke carrièrewending. Dat is niet te vergelijken. En voor mijn gezin, ik denk dat we dat nog zelfs niet beseffen, wat er allemaal gaat veranderen. Ik ben nu thuis tijdens de schoolvakanties bijvoorbeeld. De kinderen hebben ook al gevraagd, mama, wat gaat er nu gebeuren en zo, maar ik ga dat zo goed. Maar ik wil niet dat mijn gezin de dupe is van dat hele verhaal nu en ik ga dat heel goed regelen en organiseren. Ik heb nu het vertrouwen gekregen van bijna 17.000 kiezers. Dat geeft me natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid en ik hoop dat ik hier in het gebouw snel mijn draai ga kunnen vinden, dat ik meer thuis ga voelen en dat ik een heel goed parlementslid ga kunnen worden. Ik kijk naar alles uit. Ik heb er enorm veel goesting in.
Ik kijk naar uit naar de nieuwe situatie, naar de collega's, parlementaire werk, hoe die commissies verlopen. Eigenlijk naar het totaalpakket. Nee, eigenlijk niet. Ik zie wel stap voor stap. Ik blijf met mijn voeten op de grond, heel rustig. En ik pak het rustig aan.